21 juni start op het noordelijk halfrond de astronomische zomer. De zon staat dan loodrecht boven de Kreeskeerkring en we spreken ook wel van de zonnewende. Op hetzelfde moment begint juist op het zuidelijk halfrond de winter. De periode van april tot en met eind september noemen we op het noordelijk halfrond ook wel het zomerhalfjaar. Ook op het zuidelijk halfrond heb je een zomerhalfjaar, alleen ligt dat precies in die andere periode. En nu is er een vraag die ik graag wil stellen aan jullie. Want op welk halfrond duurt dat zomerhalfjaar nu het langst? Op het noordelijk halfrond, op het zuidelijk halfrond of op beide halfronden even lang? Het antwoord zal je misschien verbazen, maar op het noordelijk halfrond duurt het zomerhalfjaar beduidend langer. Dat scheelt maar liefst 7 tot 8 dagen. Hoe dat komt, legt Rob van den Berg je uit in deze video. Ja, je zou denken dat het dus helemaal niet uitmaakt dat het op het noordelijk en het zuidelijk halfrond even lang is. Maar dat is dus niet zo en dat komt omdat de baan van de aarde om de zon de vorm heeft van een ellips. Een ellips is een beetje een platgeslagen cirkel en dat zie je hier op het bord. Zo ziet een beetje overdreven de baan van de aarde rond de zon eruit. Die zon die staat net niet helemaal in het midden. En als de aarde het verst van de zon staat, dus hier, dan is het op ons halfrond zomer. En als die hier staat, dan is het op ons halfrond winter. Nou, je kan zo wel zien dat dit stuk van die baan langer is dan dat stuk van die baan. En dat doet de aarde dus ook langer over. He, dus dat verklaart ook waarom het op het noordelijk halfrond tot wel een week langer zomer is dan op het zuidelijk halfrond. Maar ja, als het bij ons winter is, dan is het op het zuidelijke halfrond zomer. En dan zit je hier dus dichter bij de zon. En dan bof je als je daar bent, want dan krijg je dus ook meer warmte van de zon.